PL-voorzitter Paulso Mohardjo staat nog steeds open voor mensen die de partij ooit hebben verlaten. Recent heeft ex-parlementariër Ingrid Kartabink ook haar lidmaatschap opgezegd. Somohardjo zegt dat leden van de PL niet zijn bezit zijn en dat ze altijd terug kunnen keren, indien ze dat willen. Volgens de PL-voorzitter zijn veel HVB'ers terug bij de PL. Mevrouw Bing heeft bedankt de partij en ik heb het eerst gezegd, maar ik ben niet mijn eigendom. Ik kan anytime weggaan en ik kan anytime terugkomen. Anderen die weg waren geweest, namens Tieten en zijn familie en zijn vrienden, HVB'ers, honderden zijn hier gekomen. De PL-voorzitter benadrukt wel dat de leden die de partij altijd trouw zijn gebleven, meer aandacht zullen krijgen dan de mensen die de partij hadden verlaten. Bij de verkiezingen van mei heeft de PL ruim 15.000 stemmen gekregen. Ze moeten weer rekening houden. Ik kan de mensen die de partij staande heeft gehouden, het bestaansrecht van de partij heeft behouden, niet verwaarlozen. Ja, die heeft dan in onze visie voorkeur boven alles. Ja, want we, hoe het klein ook mag zijn, we hebben verloren, we hebben niet gehaald. We hebben meer dan 15.000 stemmen op ons. Die moeten wij blijven onderhouden, ja, blijven koesteren. Ja, want die hadden ook, waren ook in de verleiding, ja, om beschikking te krijgen. Die waren ook in de verleiding, ja, om pakketten te krijgen. Die waren ook in de verleiding om benoeming. Maar zeg nee, houd die beschikking, houd die benoeming, houd die pakket. Ik ben PL-trouw. Op die mensen moet ik kunnen rekenen en zij moet op ons ook kunnen rekenen. PL-voorzitter Paul Somohardjo. Hij zegt dat veel HVB'ers terug zijn gekeerd naar de PL.